Donderdagavond, 8 uur. Tijd voor een nieuwe uitpakparty. Wat gaan we uitpakken? We gaan uitpakken de Nokia 770, het internettablet. En een zwart hoesje. Wat overigens heel erg lelijk is. Nou, dan gooien we die meteen even weg. En dit zit er dan vervolgens in. Een beschermhoesje. En een tablet inderdaad, met een heel groot beeldscherm. Eens even kijken hoe die aan moet. Ik doe het meteen. Oké. Oh, op beeld zie je dat niet zo goed, maar het ziet er echt ontzettend mooi uit. Ja, nou hij is ook wel mooi. Het is een mooi ding. Ik heb echt geen idee wat het is. Iets voor je computer, denk ik. Het staat Nokia op, dus het zal iets telefoonachtig zijn. Ah, daar heb je het al. Internet lijkt me. Ik denk dat het een minicomputer is. Is het op de telefoon? Gelijk. En wat moeten we er eigenlijk allemaal mee kunnen? Nou, wat ik begrepen heb is dat je er mee kan internetten, mee kan e-mailen, je kan je nieuws erop lezen, je kan radio luisteren via het internet weliswaar. Er is alleen één heel gek ding, het is een Nokia toestel en op de website wordt zelfs gerept over een telefoon, maar je kan er absoluut niet mee bellen. Staat die James phone, kan je er echt niet mee bellen? Volgens mij, ik wil er niet meer bellen. Nee, ik kan niet bellen. Ik kan er niet meer bellen? Oh, dat is een teleurstelling. Wat je hier ziet is het bureaublad van het ding. Dit is altijd wat je ziet als je opstart. Je ziet hier dus je nieuws verschijnen, vergelijkbaar aan een nieuwsreader. Je hebt hier internetradio, daar kun je meteen contact mee maken. Kun je natuurlijk ook nog allemaal voorkeuren in toevoegen. Ik geloof dat je hier je internetverbinding kan kiezen. Dus als je in de buurt bent van een draadloos netwerk, dan zoekt hij voor jou op welke netwerken beschikbaar zijn en daar kun je vervolgens dan contact mee maken. Hier zal ik dan een adres in moeten vullen. www.bright.nl. En dit is dan de Bright website met al het nieuws van vandaag. Dat het numerieke toetsenbord eigenlijk anders zit dan dat je gewend bent op een toetsenbord. Met de 1 bovenaan. En dat is wel grappig, want dit is natuurlijk ook een gadget dat gemaakt is door mensen die normaal gesproken telefoons maken. Eens even kijken. We kunnen internetradio draaien. Ik ga eens even kijken wat er allemaal nog meer op zit. Maar je kan er verder niet op werken, je kan er geen Photoshop op draaien of dat soort dingen. Dus dat is toch wel vrij beperkt. Behoefte. Toch overal internetcafé, je hebt overal internet tegenwoordig. Overal kan je op de computer. Maar ik internet nooit als ik niet thuis ben, dus op zich. Ja. Het ligt aan, het zou best wel duur zijn waarschijnlijk. Ja, dat zou leuk kunnen worden. Ik denk niet dat ik er snel een aan zou schaffen. Het is nuttig, ik zou het niet hoeven.